Yo YouTube, Ace hier. Holy shit. What the fuck? What the fuck heb jij aan? Heb ik hem dan naar een sollicitatiegesprek te gaan? Is mijn haar net alsof ik van de vergadering kom? Het leven van een YouTuber is makkelijk. En als YouTuber kunnen wij nu eenmaal dingen die andere mensen niet kunnen. Zoals je kleren veranderen. Let's go. Oké, het is al iets, maar... die trui hadden we nodig. Nice. En nu nog iets op mijn hoofd. Want dat haar, ja, dat past ook niet echt. Oké, dat kunnen we doen. Maar nee, toch niet. Nee. Veel beter? Let's fucking go. Oké, dus yo YouTube, Ace hier met vandaag een nieuwe live cut commentary op Advanced Warfare. Ik had vandaag veel studie op school omdat er ja, leerkrachten afwezig waren, de griep is in het land en zo. Laat mij ook eens even weten in de comments of jij veel studie hebt gehad, want ik denk dat er fucking veel leerkrachten afwezig zijn. En die intro, ja, op school dacht ik gewoon, ik moet toch nog een leuke intro hebben voor de video van vanavond, dus... In de video van vandaag heb ik natuurlijk weer een onderwerpje en deze keer is het iets waar ik echt al lang over wou praten. En vandaag had ik zoveel... En vandaag had ik zoveel studie dat ik gewoon een onderwerpje heb kunnen bedenken om dan over te zeiken met dingen dat ik kon zeggen. En het onderwerp is gewoon ja, dat ik aan tering veel dingen hekel heb. Maar echt fucking veel dingen. Maar echt niet normaal, echt fucking veel dingen. En weet je al dat ik echt aan veel dingen hekel heb? Ik start een nieuw potje Team Deathmatch en guess what? Het is op dezelfde map, oké, ja, deal with it. Dat is ook iets wat ik haat. Als ik twee keer dezelfde map krijg, dan denk ik ja, zoiets doen. Maar dus, mensen! De video gaat vandaag over dingen die ik haat. Eén iets waar ik echt de hekel aan heb op school, maar echt de hekel aan heb, dat is fysica. En je kan nu zeggen, ja, zeg dan gewoon school in het algemeen. Soms is school nog lachen. Soms is school nog als je het een beetje leuk maakt en chill in de klas en zo, kan school echt nog grappig zijn. Maar fysica, nee, gewoon niet dat, dat kan niet. Fysica. Het woord alleen al, als je dat hoort, dan klinkt dat zo van nee, hè? Fysica. Ik zeg het je, als je dat vak nog niet hebt, geniet van je leven. Ik zeg het je, fysica verandert gewoon je leven en echt in de negatieve zin, echt. Ik vond wiskunde moeilijk wel, fysica is nog moeilijker. Ik vond biologie moeilijk wel, fysica is nog moeilijker. Ik vind Advanced Warfare een kutspel waar ik niet positief op kan spelen. Wel, fysica is nog moeilijker dan positief spelen op Advanced Warfare. En zo kan ik me alles doorgaan, dus eigenlijk kort gezegd, fysica is gewoon een vak die je leven moeilijk maakt. Alhoewel ik het wel speciaal vind wat je erin leert, omdat het wel chill is om te weten. Maar het is echt tering moeilijk en echt het studeren, de examens, de alles, het is gewoon echt gevaarlijk. Net als explosies. Nog eentje. Ja, genoeg. En het volgende, ja, dat is iets waar jullie echt goed naartoe moeten luisteren. Want dat is echt gewoon iets dat mensen niet begrijpen. Dat is echt de hoofdreden van oorlogen en van ISIS en van alles. Meest hatelijkste aan de wereld. En het is de reden waarom alles slecht is. Ik ga het nu richten op één spel, maar je kan het eigenlijk linken met elk online spel. Zijn de momenten wanneer je potje League of Legends ranked start. Dus voor de mensen die het niet weten, competitive play. En een potje League of Legends. Legends duurde al makkelijk, weet ik veel, een uurtje of zo. En dan opeens in de mid-game gaat je deur open. Je mama komt binnen en ze vragen heel serieus: Nata, komen eten? Echt gewoon dat zinnetje, komen eten midden in een League of Legends game. Dan is mijn antwoord 90% van de tijd: ik zit in een potje League of Legends en kan het niet afsluiten. Maar zij snappen niet dat je League of Legends niet kan afsluiten. Zij snappen de gevolgen niet als je League of Legends afsluit midden in een game ranked. Ze weten niet hoe lang dat je geband wordt als je dat doet. Dan trekken ze het internet uit. En dan krijg je dat typische schermpje van disconnected. Dan heb ik echt zin om te, ik weet niet, om iets kapot te slaan. En ja, dat is de reden waarom ja, je in slechte divisions komt. Als je in je placements je internet verliest omdat je mama het uittrekt. Ja, rest in peace League of Legends, rip Rito, rip alles, rip alles. En zo kan ik echt blijven doorvertellen over dingen die ik haal. Maar hierbij ga ik de video afsluiten, want ik wil nog een potje League of Legends doen. Bedankt om te kijken naar deze video. Als jij het leuk vindt, druk dan even op dat duimpje omhoog. En dan ga ik nog zo'n paar video's maken over dingen waar ik de tering, tyfus, tering, hekel aan heb. Dus jongens, smash die like, laat de comment achter. Ik ben Ace It en ik zeg jongens, adios, bitches.